Veel kritiek op de zangers Mia en Dion die voor Nederland mee gaan doen aan het Songfestival. Hun eerste optreden in Madrid was hartstikke vals. Mijn buurman heeft een hond, die zingt 1000 keer beter. Bij een talentenavond op een school zijn betere zangers dan hier. Volgens Mia en Dion zou het toen liggen aan de techniek. Maar afgelopen weekend traden ze weer op, deze keer in Amsterdam. En ook dat ging niet echt lekker. De organisatie die over het Songfestival gaat, zegt zelf ook dat het niet goed genoeg is. Mia en Dion hebben nu 2 keer opgetreden. We hebben ze expres laten oefenen en we hebben gezien dat het nog niet goed gaat. Er is veel terechte kritiek, maar we weten wat ze kunnen. En we zijn ze intensief aan het begeleiden en we hebben geloof in ze. Iemand die weet hoe dit moet voelen voor Mia en Dion is Douwe Bob. Ik kan me voorstellen dat het stressvol voor hun is natuurlijk. Hij deed 7 jaar geleden met dit nummer mee aan het Songfestival. Heel bizar, want je werkt in principe een half jaar toe naar 3 minuten. 2 keer 3 minuten, weet je wel. Dat is waar het om gaat. Ze kunnen nu 10 keer nog die optredens doen. En dat het helemaal slecht gaat. Niemand gelooft er meer in. Maar als ze die 3 minuten pakken, dan lul je nergens meer over. Even terug naar 4 jaar geleden. Toen deed Duncan Lawrence voor Nederland mee aan het Songfestival. En hij won. Het is gelukt! Nu helpt hij Mia en Dion. Ik weet als geen ander hoe zwaar het kan zijn, maar ik heb zoveel vertrouwen in Dion en Mia. Het gaat helemaal goed komen dadelijk in Liverpool en we hebben er ontzettend veel zin in. Nou, ze hebben nog wel even om te oefenen, want Nederland is aan de beurt in de eerste halve finale op dinsdag 9 mei. Goodbye.